Dat, als we even denken aan die ballon boven Amerika. Ja, heeft iedereen zich enorm over opgewonden. Vond ik eigenlijk zo'n beetje het meest lachwekkende fenomeen van de afgelopen week. Ook dat we nog steeds niet weten of het nou een spionageballon was, ja of nee. Ze hebben die rotzooi nu uit de oceaan. Ze hebben wel wat onderzocht. Volgens mij hebben ze wel de. Ja, toen zeiden ze, er zitten antennes aan. Ja, maar die zitten er ook aan als het een weerballon is, toch? Ja. En bovendien, ja, een weerballon is een onbestuurbaar object. Dus ik vind het wel een hele suffe manier om te spioneren. Niet waar, vooral als je weet dat elke Chinees. Hij zweefde over Montana. Nou, kan je zeker, daar valt niet veel te zien voor de weerballon in Montana, namelijk geen bal. En als je toch wil gaan kijken in Montana, elke Chinees is vrij om te reizen in de Verenigde Staten naar hartelust. En met zijn cameraatje kan hij kijken wat er al zo te zien is in Montana. Dus ik was nou niet zo erg overtuigd. Het leek mij, ja, ook met die. Daar sloop ook direct die hysterische ondertoon in. Beetje hetzelfde als met die documenten, weet je wel. Daar hoor je ook ineens helemaal niks meer van. Omdat Mike Pence bleek ook documenten in zijn garage te hebben. En ik denk als Obama gaat kijken, heeft hij ook nu wel wat documenten liggen. En ik ook trouwens hier, hierboven, daar heb ik wel wat documenten liggen. Maar god, die ballon, ja. Want toen wat bleek ineens dat het eigenlijk een vrij normaal verschijnsel was. Dat ook in de afgelopen jaren er voortdurend van die weerballons uit de koers raakte. En je begrijpt ook wel dat de Amerikanen zelf zich ook op grote schaal weerballons oplaten. Want volgens mij doet iedereen, praktisch iedereen dat. En aangezien ze onbestuurbaar zijn, lijkt het mij een ontzettend onhandige manier van spioneren. Ja, dat werd me allemaal helemaal niet uitgelegd. Want ze zeiden, ja, dat is geen, heel gevaarlijk. Ja, oh, wat zeg. Bovendien hebben we toch allemaal satellieten tegenwoordig met een ongekend oplossend vermogen. De Amerikanen hebben spionagesatellieten met de afmetingen van een kleine bus. En dus, nou ja, nogmaals, het China en de Verenigde Staten. En dat we toch aankoersen op een nieuwe koude oorlog. Dan hebben we, god beter het nog aan toe, een halve eeuw met die oude koude oorlog gezeten. De meest fantastische verspilling uit de hele menselijke geschiedenis van duizenden en duizenden en duizenden miljarden. Voor niks, voor nop. Ze hadden er halverwege de jaren 50 zonder al te grote problemen een eind aan kunnen maken. En nou beginnen we, god beter het nog een keer. Het geld kan echt 100 keer beter besteed worden. En dan ook die hele kinderachtigheid die daar omheen zit. Ook nu weer had Biden heeft opdracht gegeven om een geheimzinnig vliegend object boven Alaska neer te schieten. Alsof het een Chinese vliegende schotel was. Het is. Ik word. Dat deprimeert mij nou. Dat we op weg gaan naar weer duizenden en duizenden en duizenden miljarden. Totaal nutteloos gespendeerde. In dollars of yuan of wat het mogen wezen. En dan het is toch net jongetjes op het speelplein. Wie kan het hardste schreeuwen? Wie kan de hardste duw geven? Wie kan zich het lulligste gedragen? Het is, was Deng Xiaoping maar weer terug. Hè? Is in ieder geval een man met verstand. En China neemt de telefoon niet meer op, hoorde ik. China neemt de telefoon niet meer op. Ja, van die hotline die ze hebben. Dat vind ik al helemaal kortzichtig. Ja, je moet dat zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat er nog steeds wel via contacten met Poetin zijn. Als je natuurlijk één ding moet zien te vermijden, is dat je geen verbinding met elkaar hebt in elkaar. Dat dit kan natuurlijk ook een propaganda-uitspraak, ik heb geen idee. Maar als het zo is, zijn ze nog kinderachtiger dan ik al dacht dat ze waren. Want ook die Xi Jinping, wat een ijdeltuit, dat hij geen Winnie de Pooh mag worden genoemd. Een flauwekul. Ik zou het heerlijk vinden als ik Winnie de Pooh werd genoemd. Ik hou ook gek op honing. Als er ooit een overstroming is, ga ik ook met 6 van die honingpotten op het dak zitten.